Oké, nou, twee nieuwe stukjes vandaag. Het eerste, dat begint op bladzijde 32 bij theorie D. Een heel verhaal met, met twee voorbeeldjes zelfs. We gaan vergelijkingen oplossen. En dat moet algebraisch. Maar het eindantwoord mag je wel intikken. Want ze vragen om het in zoveel decimalen op te lossen. Ja? Ik ga even terug naar vroeger. X kwadraat is 16. X is... De wortel van 16 inderdaad. X is 4. Of x is min 4, hè? Oké, die weten we. Ja, niks nieuws, hè? X tot en nog 3 is 8. X is 2. De derde machtswortel. En inderdaad, deze. Trouwens, 2. Ik heb geen tweede oplossing. Want het is een 3. Want het is een 3, een oneven getal. Maar één oplossing. Ja, dat hebben we geleerd. Even getallen, twee oplossingen. Nou, dames en heren. X tot de macht 5 is 3. Dat is een komma getal. X is, dat is een komma getal, ja. Vijfde machtswortel van 3. Hoe kan ik dit nu anders opschrijven? 3 tot de macht 1 5. Oké. Ik zou niet weten hoe groot het is. Is dat het antwoord? Dat is het antwoord. Oké. Let op, let op. Als het exact moet, is het dit antwoord. Of die. Mag allebei. Ja? Vragen ze om het in 2 decimalen te doen of in 3 decimalen, pak je je rekenmachine. Dit doe je dus allemaal algebraisch. En op het eind pak je je rekenmachine, tik je het in en dan komt een getal uit. Ja? Ja. Oké. Het blijft natuurlijk niet zo makkelijk. Want we gaan een voorbeeld doen. Hup. Voorbeeld A. X tot de macht 1,21 is 70. Ja, het lijken geen mooie getallen, hè? Met 5 en 3. Maar we gaan ook decimale getallen erin doen. X is... Ja, dat is een vraag gezegd, hè? 1,21ste machtswortel van 70. Weet je wat we nou gelijk doen? 70 tot de macht... 1,21. Jammer, joh. Je pakt je rekenmachine en daar komt uit 33,487. Het moest in 3 decimalen. Dus rond goed af. He, kijk naar het vierde getalletje achter de komma. Is dat een 5 of hoger? Komt er bij? Is het lager dan 5? Ja, dus niet 5 zelf. Rondje af naar beneden. Oké, tweede voorbeeld. Die is wat moeilijk, hè? 5x tot de macht min 1,3 plus 18 is 40. Gedeeld door. Nee, 18 naar de andere kant halen. Eerst 18 ervan afhalen. 40 min 18. 22. Oké, wacht. Gedeeld door 5. 20 gedeeld door 5 is 4. Hou er nog 2 over, dus 4, 2 vijfde. En dan de wortel. Geen komma getallen, hè? Toen komt het eind pas. En nu? Tot de min, wat zei je nou? De min 1 gedeeld door 1,3. 1 gedeeld door min 1,3. Dat moet dus zaakjes. Met breuken altijd. Ja, Zwijndrecht, hè? Ik begrijp Jordanese. Dus haakjes. Haakjes. Oké, goed. Je pakt je rekenmachine, je tikt het in. Geen foutje maken met intikken. En dan komt eruit 0,320. Ja? Is dit moeilijk? Nee. Nee, jij valt mee. Nou, je gaat dus wel hele opgavetjes mee maken.